Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we de Champions Weekend League Rewards. En eigenlijk gaan we gelijk alweer door naar de volgende Weekend League. Wat het is het volgende. Afgelopen Weekend League. Oh mijn god, ik heb het zo verneukt in mijn eerste 10 potjes. Ik ging mijn eerste 10 potjes helemaal mad. Ik speelde als een debiel en ging 5 om 5. Het is echt om te janken. Ik schaam me er gewoon voor. Vervolgens de tweede 10 potjes ging ik opeens 9 om 1. Op zich ook wel logisch, want dan kom je dus tegen debiele tegenstanders die ook 5 om 5 gaan en zo. Dus, hè, wat dat betreft. Toen stond ik 4 potjes voor het einde op 19. En dan moet ik het goed zeggen, 4 potjes voor het einde. 19 om 7. Dus in theorie, als ik de laatste 4 zou winnen, zou ik Elite 3 halen. In vergelijking, Koen stond ook 19 om 7. Die won ze alle 4, die haalde Elite 3. Ik stond 19 om 7, moest er 1 winnen voor goud 1. Ik dacht, ja, dat komt wel goed. 4 winnen, dan was ik zelfs nog Elite 3. Wat denk je? Alle 4 verloren. Eerst hebben we natuurlijk 2 keer de FUT Champions, de Inform keuzes. En ja, Ficino, prima. Kijk, ik heb er maar 4 keuzes en ik krijg er ook maar 2. Dus ik mag hier niet te veel van verwachten, maar... Wie weet snoept er wel iemand lekker zo naar binnen. Nee, helaas. Wel 284 rateds. Ilicic en Ficino. Wie weet komt er nog iets goeds uit. Het zou zomaar kunnen. Ik bedoel, ik zie genoeg mensen. Oh, Walcout. Ik ga even stoppen met praten. Walcout, Walcout, Walcout. Nou, kom aan. Het is geen icon. Het is wel een Belgse CA. Dit is Dries Mertens. Dit is Driesje Mertens. Heerlijk zeg. Dat bedoel ik altijd. Nou, dit was niet wat ik wilde noemen. Maar ik kreeg zo hard van de tuut. Hé, ik was zilver 1 en kreeg prime gullet. Ja, fucking nice. Als er dat gebeurt, is zo nice. Maar helaas, dat geluk heb ik dan ook weer niet. Maar deze beste man is wel gewoon 90k. Om dan toch maar even die vergelijking te maken. Ik heb er al gezien die Elite 3 was. Die Pekta Handanovic. Nou, die is even duur als Mertens. Misschien wel iets goedkoper. En ik was goud 2, dus ik heb gewoon lopen fluimen en hij heeft het fucking goed gedaan deze Weekend League. Dit is waar ik dit weekend mee ga spelen. Inderdaad, Neymar op 6 chemistry, wordt 7 chemistry als hij straks 10 potjes heeft gespeeld. Hoe ik ga spelen in-game is als volgt. Houd werkelijk waar van de 4-2-3-1-2 opstelling en dit is dan hoe ik hem ga gebruiken. Dus, en ja, hiermee moet het gebeuren. We gaan het zien. De eerste 10 potten, ik zei het al, die zijn voor mij key dit weekend. Daar focus ik me volledig op. We gaan zien hoe ik die 10 potten af ga brengen. Ja, en we starten deze eerste wedstrijd tegen dit Premier League team. Een aantal hele goede spelers, maar niet het beste van het beste qua Premier League. Maar dit was dus om 9 uur 's ochtends op de vrijdag of zo. En ik was gewoon nog niet wakker. Kom gelijk 1-0 achter. En dat was ook een soort wake-up call. Gewoon in letterlijke zin. Meteen vanaf de aftrap. Ik kan er zelf heel slecht tegen krijgen. Vindt zelf te veel tegendoelpunten rechtstreeks vanaf de aftrap. Maar dit is wel lekker gevoetbald. Hazard die zo in één keer alleen voor de keeper wordt gezet. En dan heb ik even het geluk aan mijn zijde. Zijn keeper wordt omver gepegeld door zijn eigen verdediger. En daardoor kan Kante hem in een leeg doel schuiven. En daarna gaat hij fluimmodus. Ja, dan leg ik deze man natuurlijk breed. Het is Weekend League. Dan moet het. En dan is het gelijk al een eerste rage quit. Een hele lekkere eerste win. Ondanks de snelle 1-0 achterstand. Toch heel sterk teruggevochten in de wedstrijd. En de tweede game spelen we weer tegen op zich wel een goed team. Maar ja, vergeleken met mijn team is dit niet op het best. Maar weer kom ik heel snel met 1-0 achter. En dan denk ik van ja, hoe dat kan, ik snap het soms echt niet. Maar wat ik zei, het team was wel gewoon minder. En kijk, dan heb je Kante, dan heb je Neymar. En dan maak je dit soort doelpunten waar hij dat misschien net anders niet had gedaan. Vervolgens wederom Neymar die ja, in 2 keer die bal krijgt. En de tweede keer hem heerlijk binnenlegt voor de 2-1. Leuke. Als ik echt full focus mode ga, dan ga ik ook al die celebrations nadoen en meedoen. Zeg die van Neymar. Dan zit ik echt fucking cringe achter mijn bureautje. Een beetje mee te dansen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor deze kleine man. Kylian Mbappé. Je ziet hem hier met een heerlijk schot. Ook wel een beetje lucky, maar het zat me wel mee die eerste 2 games. Kom ik op 3-1, doe ik ook weer lekker de celebration mee, want zo ben ik dan. En dan, ja, dan wordt het uiteindelijk wel nog 3-2. Wordt het misschien nog spannend, maar vecht ik hem uiteindelijk goed uit. Win ik ook mijn tweede wedstrijd en gaan we dus 2-0. Maar nog niet de derde tegenstander. Eindelijk qua niveau, qua team, zag het er al, ja, begon het er wat meer op te lijken. En godzijdank begon ik eindelijk wel een keer goed aan een wedstrijd. Want ik kom hier in de 20ste minuut door met Hazard over de zijlijn. Geef hem lekker voor en Mbappé staat er helemaal vrij. Ik score legit bijna nooit voorzetten. Ik vind te weinig. Ik krijg hem veel tegen. Score ze zelf niet heel vaak, maar hier wel een lekkere van Kylian Mbappé. En dan is het gewoon lekker uitvoetballen. Deze vent, ja, was niet heel goed. Eerlijk is eerlijk. Goeie voorzet hier van Mbappé. R1 vierkantje. Love it. En Neymar schuift hem zo in een lege goal. Vervolgens maakt Pogba nog de 3-0 binnen een uur spelen. En dan weet je wel van, nou, deze is wel aardig binnen. Hij ragequit niet. Dat vind ik soms ook wel leuk. Dan kan je hem gewoon lekker doorspelen. En ik zeg het al, R1 vierkantje, dat is echt mijn dingetje. De keepers die lopen er niet op uit. Keepers doen sowieso vaak niks.
En dan maakt Eden Hazari 4-0. En ook deze tegenstander besluit te ragequitten. 3-0, 2 ragequits. Wat dat betreft wil je wel zo beginnen aan de Weekend League. Maar mijn spel was nog niet optimaal. Nu, op zich een team met goede spelers. Heel veel lanespelers. Een heel raar team. Heel weinig teamgeest. Maar wel Lineker, Icon. Altijd oppassen. Maar Neymar is weer aan het goochelen. En schiet hem dan heel raar buitenkant voet. Dat doet hij wel vaker. In de verre kruising komen we 1-0 voor. En dan is het weer goochelen aan Neymar. Ik zweer het. Zijn rendement is echt bizar. Hier geeft hij weer een assist op Mbappé. Die hem ook wel heerlijk afmaakt. En vervolgens Pogba. Ja, deze man, ik zei het al, aan het team kon je het misschien al zien. Hij had een aantal goede spelers, een aantal goede leenspelers. Maar ja, FIFA kon hij niet echt. Het zat misschien ook al wel wat mee. Oké, dit is wel weer een fout van hem. Hij schiet hem zo bij Hazard in de voeten. En die rondt hem dan weer perfect af. Met een perfect timed shot. En dan is het 4-0. En dan uiteindelijk via een voorzetje wordt het nog 5-0. Zoals ik zeg, ik score wel ooit kopballen. Maar ja, ik weet niet. Ik vind dat heel raar. Ik heb het gevoel dat ik er veel meer tegen krijg. Vijfde pot. Arnautovic in vorm. Die is goed. Dat weet ik. Van Dijk is goed. Dat weet ik. Maar R1 vierkantje is ook goed. Dat weet ik ook. Dat heb ik al een aantal keer tegen jullie gezegd. Hier komen 1-0 voor. En kijk dan wat hier gebeurt. Hier dacht ik van, fuck, dit gaat me zo'n potje worden. Hè. Courtois, wat doe je? Je laat hem los. Hij valt weer voor hun voeten. En de tweede keer doet hij eigenlijk niks. Balen is dat. Maar dan komt de kunst van Weekend League. En dat is niet blijven hangen in dat balen, zeg maar. Maar jezelf eroverheen zetten. En dat lukt me gek genoeg. Ik kom op 2-1 in de 10e minuut. En in de 12e minuut gelijk zet ik hem door. En weer wederom wat gelukkig. Komt hij voor de voeten van Neymar. En wordt het zelfs 3-1. En misschien was het toch te snel. Want ik pakte me goed na eigenlijk het idee dat ik genaaid was, maar dan hier in de blessuretijd van de eerste helft. Ja, Arnautovic, hij is zo goed. Hij schiet deze bal perfect binnen voor de 3-2. En dan krijg je zo'n kopbal waar ik soms van denk van, fuck man, hoe kan ik dit verdedigen? Echt perfect voorgegeven, perfect ingekopt, perfect doelpunt. Het is 3-3 en op dit moment meer dan verdiend. Mijn tegenstander was zoveel beter dan ik. En kijk dan even hier. Letterlijk eigenlijk 5 seconden nadat de wedstrijd al had af moeten gelopen zijn. Maar natuurlijk fluit je niet meer de navel af. Dus dit snap ik volledig. Maakte hij de 4-3. En dit was zo lullig. Aan de ene kant om zo je eerste los te halen. Echt zo 10 seconden voor tijd. Of eigenlijk 10 seconden over tijd. 4-3 verliezen. Maar aan de andere kant moet ik wel reëel blijven. Deze man was veel beter. Verdiende het compleet op basis van de tweede helft. En ja, jammer. So be it. Door naar de volgende. En die volgende wedstrijd is dit mijn tegenstander. En dan heb ik iets. Dat wil ik graag ook van jullie weten. Ik heb een aantal e-sporters gesproken. En die zeiden exact hetzelfde. Deze FIFA is niet heel consistent, heb ik het idee. Ik heb het idee dat ik de ene wedstrijd, ik zweer het. Ik kan alles doen. Elke paas komt aan. Elke aanname is perfect. Elk schot gaat erin. En de wedstrijd daarna mislukt alles. Gaat elk schot net mis? Is elke aanname net verneukt? Is elke sprint net te traag? En dan denk ik van, wat is het verschil, zeg maar. Kijk, weet je, waarschijnlijk komt het gewoon om zelf. Maar wel meer mensen hebben dit idee. En dat is ook zo'n ding met verdedigen. Soms win je al die tweede ballen. En soms klutsen ze allemaal perfect goed. Dat zie je hier eigenlijk ook bij die eerste goal. Hij gaat tussen 3 spelers van mij door. 2 raken hem zelfs aan. En toch komt hij voor de voeten van Costa. Terwijl dat je net zag dat ik zelf zo'n doelpunt maakte met Neymar. Gelukkig kom ik via Pogba wel terug in de wedstrijd. Wat ik daar overigens mee wil zeggen is dat de ene keer zit dat gewoon mee, de andere keer zit dat tegen. Hier ook net op de paal. Ik raakte deze wedstrijd 3 keer de paal. En deze wedstrijd wilde het gewoon niet. Dan geef je Promessi hier veel te veel ruimte. Maakt hij uiteraard een prachtige 2-1. Want dat werkt gewoon goed. Gebruik ik ook veel. En dan speelt hij het gewoon slim uit. Zie je aan mij dat ik redelijk gefrustreerd was. Want hierdoor ga je dus van 4-0 naar 4-2. En dat is best wel een kwalijk iets. En vooral heel erg zonde. 2 losses achter elkaar, dan moet je pauze nemen. Ik nam na die eerste al pauze. Na die tweede weer pauze genomen. En dan wordt deze wedstrijd gewoon vlammen. En gelukkig komen we dan in de 47e minuut ook op 1-0 voorsprong. Het bleef lang 0-0. Maar uiteindelijk, ja, dan is het weer zo'n wedstrijd dat het wel mee zit. Want wat de fuck gebeurt hier? Zijn keeper doet niks. En kopt hem eigenlijk tegen Pogba aan voor de 2-0. Dus ik mag niet klagen. Dat doe ik ook zeker niet. Ik zei al, de ene wedstrijd zit het mee, de andere tegen. Dus ik bash dat ook niet. Dat de reden dat mijn verliezen komen is of zo. Dat slaat nergens op. Maar ja, raar. De volgende wedstrijd is eindelijk een echt goed team. Het is nog niet zo duur als dat van mij. Maar dit zijn wel echt al de goede Weekend League teams. Maar toch komen we in de 13e minuut via Paul Pogba op 1-0 voorsprong. En onthoud die Paul Pogba. Want die scoort zo belachelijk veel voor mij. Hier is het Lukaku die wat terug doet. Wordt het 1-1. En dan 88e minuut. Mijn verdediger loopt te fluimen. En Inagi Williams schuift hem perfect in de onderhoek. En dan denk je, dit is die wedstrijd. Vanaf de aftrap, 90e minuut. Neymar is erdoor. Keeper pakt hem. Dan denk je, nou oké, die corner, dat is echt de laatste kans. Ik had verwacht, Neymar zijn bal is de laatste kans. Corner is echt de laatste kans.
op de koude lat. Ik denk, nu ben ik klaar. Je bent echt klaar. Omhaal. Mbappé, schot geblokt. Ja, dan zal het nu wel echt klaar zijn. Nee, echt niet. Paul Pogba, 5 seconden voor tijd, maakte die 2-2. En ik denk persoonlijk dat mijn tegenstander hier knakte. Want als je in de 88e minuut de winnende maakt, denkt te maken. En het mislukt, dan word je gewoon lijp. Dan is dit de perfecte goal van Neymar. En dan weet ik, ik ga die celebration weer meedoen. In mijn slaapkamer sta ik mee te dansen. En dan weet ik, het is over en voorbij. We gaan 6-2. Wat een bizarre wedstrijd. Dan zie je dat we wat betere tegenstanders krijgen. Oké, veel special cards, maar ook wel een heel erg goed team. En dan worden de tegenstanders steeds beter, zoals ik zeg. Maar gelukkig, in minuut 6. Neymar, want hij heeft 5-star weak foot. Dus schiet hem ook gewoon rustig met zijn linkerpoot binnen voor de 1-0. En dan krijgen we hem vervolgens wel weer terug. Sané tussen 3 man. Dat moet eigenlijk niet kunnen. Maar ja, verdedigingsfout. Ik switch verkeerd. En dan is het 1-1. Dat is het leuke aan dit terugkijken. Dan zie ik echt dat ik domme dingen doe. Dit ook. Ik geef die voorzet. Ik wil 100% koppen. Schiet hij. Ik in paniek. Gelukkig ging hij erin. Vervolgens Werner wel met een schuivertje voor de 2-2. Maar dan meteen weer vanuit die uittrap. Uittrap? Aftrap is het. De aftrap. Neymar. Pop. 3-2. Neymar is zo belangrijk voor mij. Sta ik weer in mijn kamer. Lekker. Zoals ik al 100 keer heb gezegd. Die heerlijke celebration mee te doen, want daar hou ik echt van. Het wordt uiteindelijk nog 4-2, omdat mijn tegenstander all out of attack gaat. Als je het zo ziet, valt het eigenlijk best wel mee. Ik speelde hem gewoon weg. Hij ging helemaal niet all out of attack. Wat is dat een klote zin om te zeggen? We winnen van een goede tegenstander. We komen weer tegen een goede tegenstander. Ik zweer het. Davinson Sanchez, ik heb er echt een hekel aan. Niet als in... Ja, gewoon. Hij is zo sterk. Ik vind hem zo goed, deze FIFA. Maar Mbappé heeft daar geen... Ja, boet hem echt gewoon gefuckt. En dan maakt de 1-0. En vervolgens Neymar op Mbappé. En dan maakt Mbappé ook de 2-0. En onthoud dat even, want dat betekent nog 1 doelpunt voor een hattrick. Nou, mogen jullie raden wat er zo gebeurt. Eerst ben ik even aan het slapen. 2-1. En dan, ik zei net dat ik niet veel scoorde uit voorzet. Maar eigenlijk doe ik dat wel, want hier weer Mbappé met zijn derde. 3-1. En dan weet je hoe het gaat. Ik ga 8-2 eindigen na de... allereerste 10 potjes. En daar ben ik zelf best tevreden mee. Ik vraag aan jullie, boven bij het i'tje. Ga ik weer fluimen en naar goud 2? Ga ik die steady goud 1 gewoon halen? Of ga ik helemaal uit mijn plaats schieten en hele 3 halen? Laat het me weten. Jullie zien het binnenkort. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Geef zeker een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. Tot de volgende keer. En later mensen.